Woonsteden is van plan 160 woningen in het tuindorp Kolkakkebuurt te slopen om vervolgens nieuwbouw te plegen. Een interne analyse van Woonsteden gaf aan dat dit de goedkoopste oplossing is. De brief met deze strekking viel enkele weken geleden op de deurmat van de bewoners. Nou, er zijn een heleboel bewoners die erg geschrokken zijn en die erg verknocht zijn aan de wijk en net zo bijzonder vinden als ik. En die heel actief zijn, dus we zijn al bij elkaar gekomen en we gaan kijken wat wij als bewoners kunnen doen. Wij vinden het echt heel erg belangrijk, hebben we ook tegen Woonsteden gezegd, dat de bewoners uit deze wijk een hele belangrijke stem hebben in de plannen. De bewoners die het hoogste woord mogen hebben. Natuurlijk moet alles betaalbaar zijn. Want we gaan hier geen paar miljard in sleutelen om allerlei mooie dingen in te doen. Maar de bewoners bepalen hoe hun wijk gaat worden. Daarvoor worden ze gefaciliteerd door een overlegwet. Ze hebben rechten, ook plichten natuurlijk. En vanuit die rechtspositie zijn ze een volwaardige gesprekspartner bij de plannen die Woonsteden heeft. De uitgangspunten van Woonsteden en de gemeente Ede blijken niet veel uiteen te lopen. De woningen die hier staan zijn geen monumenten, ook geen gemeentelijke monumenten. Dus we hebben geen enkele mogelijkheid om dat te beschermen. Maar de structuur van de wijk, het tuindorp, daar zullen we op letten dat in ieder geval wel intact blijft. Als het gaat over het karakter van de wijk, dan gaan wij, en dat is een van de weinige voorwaarden die we nu al hebben meegegeven aan de stedenbouwkundige, zeggen dat het hoe dan ook weer een tuindorp karakter moet krijgen. Met name veel groen, hè, en een ruime opzet. Dat is de structuur van een tuindorp. En ja, daar zullen we inderdaad zeker op letten. En een van de belangrijke dingen is natuurlijk ook dat de buurt daarbij betrokken wordt. Wij streven ernaar om in de nieuwe situatie te zorgen dat de woonlasten niet echt hoger worden dan nu. Dus de energielasten zullen lager worden, de huur wellicht wat hoger. En al met al is het gewoon voor ons belangrijk dat er betaalbare woningen in de wijk komen. Hoe zorg je nu voor enerzijds het zorgen voor het karakteristieken en tegelijkertijd wel voldoen weer aan de eisen van deze tijd. Het eerste aandachtspunt voor de bewonerscommissie is wel duidelijk. Zich laten overtuigen of de feiten die Woonsteden aandraagt in de beslissing, of die juist zijn en of er mogelijkheden zijn om een aantal zaken te behouden. Want het is nooit leuk om te slopen. En of het wel noodzakelijk is of de hele wijk gesloopt moet worden. We hebben begrepen dat er een bewonerscommissie in oprichting is. Met die bewonerscommissie zullen wij straks ook gesprekken voeren en ook over de achtergrond en inhoud van het rapport doorspreken. Tenminste, dat sociaal statuut wat wij met de Huurdersbond samen hebben afgesloten, dat geeft aan dat pas als 70% van alle bewoners instemt met het sociaal plan, dat het sloopbesluit onherroepelijk is, dus dat is correct. Maar wij streven naar een plan wat zo goed is dat wij daar op een goede manier uitkomen en dus het plan op die manier kunnen uitvoeren. Denkt u dat Woonsteden nog de ruimte zal geven om op haar plannen, op haar schreden terug te keren? Alles wat redelijk is, is mijn ervaring dat Woonsteden doet. Het moet betaalbaar zijn. Het gaat niet alleen om geld. Het gaat ook een gegeven moment dat mensen kunnen begrijpen waarom iets moet. Dat zijn niet altijd leuke maatregelen, maar ik verwacht wel dat Woonsteden daar serieus naar luistert. Er breken voor de bewoners van het tuindorp spannende tijden aan met veel overleg. Ede TV Nieuws zal hier aandacht aan blijven besteden.